zeggen? Zeg jij hier dat spreken? We gaan het over schoon. Ga je het echt hebben over schoon? Ja. Maar het is toch vakantie? Maakt toch niet uit. Pas op, hè. Of ik schiet. Is dat alles wat je hebt? Huh? Peter? Ik heb dit. Oh. Wil je zelf weten hoe je deze maakt? Kijk dan gewoon verder. Eerlijk. Hoe zalig is deze? Maar dus, ik ging het over school hebben. Spreek nu over school! Wat gaat je eraan doen? Wat ik deze keer ga doen? Ik heb dit. Wat ga jij doen met een lat van een euro 19? Als je niet zwaagt, dan... Huh. Kom, kom. Kijk. En leer. Ah, bollen. Dus, school. Ja, sorry, ik wou gewoon zien of mijn broer niet weer naar binnen ging komen. Eindelijk, we kunnen rustig spreken over school. Ik daag u uit. Voor wat is het deze keer? De persoon die dat de beste vliegtuig kan maken, die wint. En als ik win, ga je mij dan mijn rust laten? Ja. Oké, kom. 20 minutes later. Bent je klaar? Ja. Dit is mijn vliegtuig. En dit is mijn vliegtuig. Begin maar. Maar kom, dat je hebt gewoon een keer keiveel tijd ingestoken. Kijk, dat komt omdat je dat zo moest maken. PS. Ik werk vooral niet samen met Dreamland of zo. Allee, bolle vlammen, mijn rust, ik heb gewonnen. Oké. Okay. Kom, jong, kom. Waarom ben jij zo droog? We hebben toch afgesproken dat ik u niet meer zal lastigvallen? Weet je waarom het goed te maken? Ga ik u nog één ding laten zien. Wat? Deze prachtige wapen. Wauw, dat is echt geweldig. Ik heb ook iets gemaakt. Maar ik mag dat niet laten zien, want ik heb verloren. Dat is niet erg. Toon gewoon wat dat je hebt. Ik heb deze gemaakt. Geloof me, die van mij is beter. Voilà, dit was dan, beste kijkers. Bedankt voor jullie aandacht. Opgelet. Deze wapens niet richten tegen uw medestudenten. Het kan gevaarlijk zijn als dat in uw oor komt. Super bedankt voor jullie aandacht. En zoals altijd. Just smile. Peace. En love.